In die tijd dat ik met hem samengewerkt heb, was het gewoon soms haat en nijd, maar altijd strijd. En je werd er beter van. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, iemand die heel veel met Pim Doesburg heeft samengewerkt is natuurlijk Ed de Goey. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat hij was overleden? Ja, rot. Ik wist wel al geruime tijd dat hij ziek was. En dat het slecht met hem ging, omdat hij natuurlijk ook vlakbij woont. Maar toch, ja, als je het hoort, krijg je toch een klap. Kan je ons eens meenemen in die samenwerking die er was tussen jullie? Want het was op het veld ook regelmatig dat dat wel flink botste met elkaar. Ja, nou ja, ik heb een hele lange samenwerking. Die is eigenlijk al in de jeugd begonnen bij Olympia in Gouda, waar hij trainer was. Via Sparta, bij Feyenoord en het Nederlands elftal heb ik natuurlijk jarenlang met hem gewerkt. En net wat je zegt, soms was het harde strijd op het veld. Maar daar werden we wel samen sterker en beter van. En ja, het is een groot verlies. Wat was het voor mens? Het was een heel warm mens. Maar gewoon op het veld gewoon keihard werken. En ja, daarna ging, als hij klaar was, ging hij naar zijn eigen zaak. Naar de sportzaak die hij had en deed hij andere dingen. Maar het was gewoon een heel warm mens. Wat typeerde Pim Doesburg als keeper en later als keepers trainer? Ja, als keeper zelf natuurlijk, dat hij ten eerste natuurlijk altijd in Nederland gebleven is. Ten tweede 687 in betaalde voetbal. Ja, dat zijn dingen die zie je niet meer. Tegenwoordig gaan ze sneller naar het buitenland of stoppen ze eerder. Ja, dat is uniek. En als keeperstrainer ja, gewoon altijd 100% geven op de training. Makkelijke trainingen bestonden voor hem niet. Het was altijd 100% volle bak. Wat leerde jij als keeper van hem? Want je zegt net, we hebben lang samengewerkt. Onder andere dan bij Olympia, later dan inderdaad bij Feyenoord en Nederland zelf. Wat leerde jij van hem als keeperstrainer? Ja, gewoon dat je altijd scherp moest zijn. Je werd een completere en je werd een betere keeper. En nogmaals, in die tijd dat ik met hem samengewerkt heb, was het gewoon soms haat en nijd. Maar altijd strijd. En je werd er beter van. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Hoe ga jij Pim Doesburg herinneren? Zo. Als iemand die ja, op het veld keihard was, maar naar buiten totaal warm mens was en totaal anders was. Heb je ook dingen waarvan jij zegt, ik ben nu zelf keeperstrainer, die dingen heb ik van hem meegenomen, overgenomen? Of zijn jullie daar te verschillend voor? Daar zijn we wel verschillend voor. Kijk, sommige dingen qua scherpte, dat gooi ik er af en toe wel in. Maar tegenwoordig moet je naar periodiseringen kijken, naar andere dingen kijken. Dus het is meer opleiden, begeleiden als toen de tijd gewoon volle bak trainen. Het voetbal is niet meer wat het toen was, dus dat kan je niet vergelijken.